Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning mag op de ondersteuning rekenen van het IMF en de IDB bij de wederopbouw van Suriname. Dit deelden de organisaties de minister de vorige week mee nadat hij contacten met hen had gelegd. Op het ministerie worden er voorbereidingen getroffen om de relatie met het Internationaal Monetair Fonds te hervatten. De samenwerking moet helpen om het macro-economische klimaat weer gezond te maken. Dat houdt onder meer in het werken naar een sluitende begroting, een beheersbare schuld, een realistische, stabiele wisselkoers en de wederopbouw van de monetaire reserve. Dat zou zodanig moeten gebeuren dat de crisis niet nog meer gaat drukken op de schouders van de sociaal zwakkeren. Met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is besproken welke ondersteuning gegeven kan worden tot beheersing van de COVID-19-pandemie in Suriname. Verder staat er op korte termijn een ontmoeting gepland ter bespreking van de lopende programma's en de mogelijkheden voor verbetering van de samenwerking. Intussen is de naam van het Nationaal Informatie Instituut veranderd in Communicatiedienst Suriname.